Hou er niet van? Voilà, zie. Nog een stuk groot. Ah, voilà, zie. We zijn aan het terug met het geeft. Ja. Ah, zie, wel goed. Voilà, zie. Nog meer de start van ons volgende zomerfeest, dat een vrijwilligersfeest is. Anders zou het zomerfeest zo lang niet bestaan, buiten vrijwilligers. Er zijn heel veel bijzondere gasten hier, die dan af zijn als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. En er nog mensen, burgemeester komt dit naar achter. Hebben jullie al artiesten in de zaal? Ik zie hier recht in mijn Nonkel Rick, een bekende poppenkastspeler. Zit die jonge vriend? Maar ook Hugh Hermy, die je misschien kent van The Voice. Dat ging aan de linkse kant, die gaat zondag optreden. Vandaag gaat ze zich nog een beetje sparen, maar zondag gaat ze alles geven. Dus komt nu al een keer kijken, het publiek is een beetje te blijven. Welkom iemand, hè? Als vertegenwoordiger van de pers. Vertegenwoordigers van de brouwerij, sponsors. Maar goed. Iedereen waar ze komen zijn ondertussen aan de 50ste editie. Ik heb geprobeerd er meteen een try-out om eens te zien of we de historiek, we gaan dat ook in het zaaltje, op de tentoonstelling maken, maar dat we een presentatie moeten doen van 50 jaar zomerfeest. Ik heb zin al een keer mee om jullie meteen, want op het zomerfeest zelf hebben vrijwilligers doorgaans niet de tijd om dat te bekijken. En daarmee is iets van een zestal minuutjes waar een klein beetje de historiek van 50 jaar zomerfeest terugziet. Dat is dan weer staan. Goed, maar we zijn dit jaar ondertussen, neem ik aan dat jullie allemaal de programmabrochures hebben gezien. Maar we gaan misschien een klein testje doen. Dus ik ga vandaag het programma niet overdoen, omdat ik vermoed dat iedereen het kent. Maar we gaan dat even testen. De bedoeling is per tafel, moet je samenwerken, per tafel. En er is een woord, dat het straks een keer officieel 18 of 19 letters. En de letters kun je vervormen met namen van de artiesten die dit jaar op ons podium komen. Ja? Dus we gaan even een stuk door. Je ziet dan meteen een van onze artiesten. Hè. Heeft iedereen aan elke tafel een papiertje en een stilo? Anders hebben we hier nog liggen. Moet iemand helpen? Of, En misschien wil je even motiveren om mee te doen. De tafel die wint, dat wordt onze dieptafel. En die krijgt vanaf nu dat de wedstrijd gedaan is, onmiddellijk bier, nootjes, drank, hapjes, alles wat hij wil. Ja. De hele tijd doen we vanaf nu, allez, vanaf dat gewint. Mijn jury, zijn nu 18 of 19? Ah, zijn we 18. Er zijn 18 letters. En een van de letters is de eerste letter van die dan maar voornaam. Ja? Nu over de volgorde, daar kunnen we nog iets over vertellen. Dus de volgorde, die moet je zelf uitvissen. Je had wel 18 letters krijgen.
maar het woord moet je dan zelf volgen. Hè? Dus je krijgt van ons één letter, maar op welke plaats in het woord dat het zelf uit is. Ja? Goed. Tweede naam waar we iets kunnen mee aanvangen is die van de jongen. En je neemt de laatste letter van zijn voornaam. En je neemt de laatste letter van zijn familienaam. Is iemand die samen met je op het podium komt te staan? Dus als je... Jongeheer Koen. Hier is het hele persoon dat in zijn groep staat. Dan zoek je de groep staat van deze groep. De tweede letter. Die je voor je doet, zou het de eerste letter van zijn familienaam kunnen we gebruiken. Ja? Deze dame heeft zo gezien in de zaal. De tweede letter van haar voornaam en de tweede letter van haar familienaam. Ik zal één tipje. Ja. Moet een beetje vooruit laten gaan. Het woord begint met de G. G van Gerard. Kan je niet, hè? De G. Roofstedentombola. Roofstedentombola. Ah. Voilà, een applaus voor deze pizza. De mensen zijn hier natuurlijk op tafel. Met die in drie mogen jullie bestellen. Ik zeg vanmiddag van de eerste keer op opnemen bij jullie. En de rest van de hekken slag. Niet te lang, maar goed. Oh, ik wist dat ook zo. Maar goed, ja, zich herinneren dat er in de geschiedenis ook nog een rootsteentombola was. En ik zal het hier nog eens laten zien. Die rootsteentombola, waar ooit vandaag lange tijd traditie en vuiltje leven. Het water van eten en later met de Danelli, Marcel, Frida. Die dat overgenomen hebben. En die foto is eigenlijk de foto van de laatste keer, van 2006. Dat is dat verschop. Maar dat is eerst zo gaan dat jullie twee kansen die je volgens ons niet meer krijgt en die je dit jaar op een zomerfeest wel gaat krijgen. Vijf tips, ja, waar je eigenlijk als medewerker, als je op zomerfeest hebt, dan vraag je iemand iets. Maar goed, kunnen een antwoord op geven, dus maar zorgen dat je geïnformeerd bent. En drie kantjes om nog te geesten, dat betekent dat er nog drie dingen niet in orde zijn voor het zomerfeest. En we gaan dat proberen vanavond in orde te brengen. Dus dat zijn de drie uitdagingen waar we voor staan. Hè? Maar ik denk dat we wel komen. En op het einde punt, wereldpremière. Goed. We beginnen met de jubileumspecials. En het eerste vind ik toch wel bijzonder, en dan hebben jullie ook gezien dat het boekje dit jaar toch wel helemaal anders uitziet. Ja, ja. 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 Hier is het morgens getrokken en je ziet nou heel verschil s'avonds, hè? Ja. Ja, dat is goed. Ja, en je ziet, het is een opvallende kleur. Dat is ons garçons in de tent. Heel goed zou het opvallen. Trouwens, ja, om als sponsors een plezier te doen, maar ook de mensen in het wijnhuis. Maar goed, het zal geen wijnhuis meer zijn. Maar het wijnhuis ook t-shirts dragen van Electric Park. Zit nou de vierde special? Ik kan toch langs aan de kant. En iemand zal aan het werken met de t-shirts, dus op voorhand. Voilà, de vijfde special is de frituur. Dus de frietwagen, omdat het oude frietkotij niet meer veilig was, dus de thermostat was kaché. Op zich, als je het friet hebt en de temperatuur van die voldoende kunt controleren, krijg je natuurlijk met vuur aan het spelen. We willen dat het veilig blijft. Maar daar dat we nu een wagen hebben gehuurd en
die wordt dus opgesteld, maar eigenlijk anders hoe de frietent was, maar wat nu een wagen. Waar de fietsen zullen gepakt worden, de dames komen achteraan. Die gaan de komende dagen het vroegere wijnhuis volledig ombouwen in de loonsbouw. Ja. Dus de verlichting, dat hebben we zojuist daar besproken, komt van de bouw, maar er komt ook speciaal in die neiden. Van een toekomst omgangen worden. Maar. Dus, zo hebben we gewoon zeker een keer gaan kijken, volgens mij wordt het zoiets. Met betrekking tot elke stand. Dus wij moeten een foto op elke stand uit de geschiedenis van het zoekersfeest herkennen en we moeten nog geen kans meer krijgen. Behalve dit jaar. Deze dag gaan we doen om 4 uur, de zaterdag om 4 uur, hier aan het dek. En we zijn weg. En dan om 4:30, dat dan, als je wat vermoeid bent, het is veel langer promenade, het is 20 minuutjes. Je hebt het toch van Efteling, en ik heb wat mensen gezien. Het zal duur zijn van de mensen, dus misschien dan wel vol. Voilà. Dus iedereen, dat weet ik me toch wel, dat we niet alleen moeten doen, maar zijn en ik. Nou ja, dat wordt toch wel een beetje aanmoedigd. En voilà, dat je meegaat in de stoep. Of, dat is het alternatief, dat je meerijdt met de parentrap van de bus. Dat die gaat ook in de stoep rijden. Voilà. Dus dat is het alternatief. Dan komt de parentrap met zijn en op die manier de stoep vol. Voilà. En dat is het toertje dat we doen. Dus het is maar een klein toertje. De Lindelaan en Sophia de Molenstraat. Dus, once in the lifetime, profiteert ervan om dat absoluut mee te doen. Dus voor jullie begint de receptie niet om 4:30. Het is om 4 uur, niet om 10. Ah ja, dit is, dat hoort er ook nog allemaal bij, hebben die unieke kans, dat gaat ook natuurlijk. En trouwens, vanavond doet ook iets extra. Ik ga het vatten voor die gratis geven, ook naar aanleiding van het jubileum, omdat we goede klanten zijn. Wat hij ook naar aanleiding van 50 jaar iets bijzonders doen en sponsort daarmee die openingsreceptie. Dus als je daarmee thuis komt, allee, dat zijn de later veel geld vergeven, denk ik. Met dat connector strijkjes. En trouwens, het is ook niet duur, hè. Je moet nu een keer denken, voor 6 flessen, dus een doos van 6 tot maar 20 euro. Niet veel geld, hè. Een grote fles. Ja. Dus ik denk dat je hier ook wel, ja, dat misschien. Je moet ook opletten, maar we hebben maar 1500 van die fles. Dus als je allemaal natuurlijk die kansen krijgt die we presenteert, dan gaan we tekort hebben. Maar goed, ben we zeker voor iedereen voldoende flessen. En trouwens, elke vrijwilliger die meegeholpen heeft op de verschillende standen, dus de stand gaat worden, die moet dat goed doen. Die mogen elke vrijwilliger ook een fles meegeven, gratis. Hè? Ja, dat is omwille van 50 jaar. Oei, ik heb weer nog een keer. Ja, en dan nog een paar informatie, of eerder mededeling. Als mensen bij u komen, zorg dat je geïnformeerd bent. En er zijn twee plaatsen waar u eigenlijk kunt informeren over de ouders. Dat het QV-jubileum gepresenteerd is. Kenny, zeg je wel dat we de weetje krijgen als het QV-jubileum. Dus eigenlijk namens de brouwerij wil ik toch wel ook iedereen van de organisatie bedanken voor 50 jaar zomerfeest. We hebben eigenlijk een speciale editie met brouwerij van Steenberg laten brouwen van 1500 flessen. De QV-jubileum bestaat eigenlijk, zoals gekend, Augustijn Grand Prix. Het beste bier volgens het gewisbier. Ik ga hier een keer de fles voorstellen. Het is fruitig, het aroma is eigenlijk fruitig en een beetje hoppig. Het bevat alcoholpercentage 9 graden. Het is exclusief enkel en alleen op de zomerfeest. Dus we zeggen tegen iedereen, laat jullie volledig gaan op de zomerfeest. En ik zou graag ook nog een keer een applaus hebben voor de hele organisatie en alle vrijwilligers van dit schitterend evenement. Dank u wel. Hij had drie glaasjes klaargezet voor als hij hoeft, weer nodig. Hé, dat is een voilà, daarmee is het QV-jubileum geopend. Ik stel voor
Dag allemaal, zijn natuurlijk verplicht om uw feestje gelegen te brengen in een andere drank. Maar ik wil toch bij uitstek van deze gelegenheid gebruik maken om de uw feestje gelegen en primeur te testen. Bij deze salé, allemaal en op goede zomerfeest, 60 steden.